Jean-Hugh McCroy is afgelopen zaterdag op de 23e plaats geëindigd tijdens het Eurovisie Songfestival. Hoewel de meningen over zijn puntenwaardering verschillen, stelde McCroy kort na het festival wel blij te zijn met zijn deelname. Tegenover de Nederlandse pers gaf McCroy aan zijn allerbeste te hebben gegeven, tezamen met zijn hele team. De New York Times noemde het optreden van McCroy een Black Lives Matters moment. In de tekst van Bird of a New Age wordt verwezen naar de tijd van de slavernij, de veerkracht van zwarte mensen en een typische Surinaamse uitdrukking. Muziekdeskundigen voorspellen dat Jean-Hugh McCroy na dit optreden voor miljoenen kijkers in Europa op weg is de wereld te veroveren. You know my brother.